Het is zo'n goede keeper voor de Nederland zijn, dit. Als je het zo ziet. Ja, die? Ja. Wie Gillissen? Nee, die. Ah, Domenech. Ja. Gillissen. Hey, maar die... Ik vaar echt een keer voor je mel, hè? Ik zeg Mourinho, man. Gillissen, zei je. Wat? Je zei Gillissen. Hé, hey, Jan, maar zag jij nou het plannetje? Nou, wacht even. Dan moet je tegen hem zeggen als je verkeerde naam zegt. Nou, dat doe ik ook. Dan doe je maal niet open, jongen. Ja, maar hij zit er nooit naast eigenlijk. Nee, hey, ik heb van de week zat hij weer 6 keer naast. Heet hij geen Gillissen dan? Ja, dat is ook... Wacht. Hij heet Gillissen, Jan. Hoe heet hij? Jezus. Dan moet je zijn man volgen. Ja. Dat is zo simpel is dat. Maar als je die derde koop waar hij het over hebt... als je Chinezen ziet instappen... Ja. Senesi, moeten we zeggen, heb ik gehoord. Ja. Maar als je nou kijkt, Jan, als je nou Berghuis gisteren ziet spelen... Dan geeft dan... hij gozer klappen, ik kan voor zijn naam. Dat zal hij wel willen, denk ik. Nee hoor, nee, dat denk jij. Dat denk jij maar, hè? Nee, dat zou ik echt niet zo snel doen. Ik zou het niet erg vinden. Nee, maar ik zou nee, ik ook niet. Geef me een knal met duiken, joh. Nee. Ze hebben nou... dat Vaticaan heb ook een beetje vrijgegeven. Weet je, met paus Pius de 12, heet die gozer, geloof ik. Pius? Ja, zo heet het. Ja, dat heet hij geloof ik, wat ik wil, die gozer. Die er nu zit? Nee, joh, die van vroeger in de tijd van Adolfie, weet je wel. Oké. Ja. Leeft hij nog? Nee. Maar Pius is toch dood? Leeft hij niet. Nee, die gozer ook niet. Ik denk dat Pius is, maar jij houdt het op Pius. Dat is zo glamour. Ik ben zo mooi, dat klote jasje van je, man. Mooi jasje. Een jasje. Ik vind het een mooi jasje. Corona jasje. Ja. Ja. Hier op 15 mei, begreep ik. Met al die nee, maar ze hebben nou een beslissing gepakt. Oh. Dus die clubs komen voor niet bij elkaar op 15 mei. Dat ze niks kunnen doen, tv-stations, dat ze de geld niet terug hoeven te geven. Omdat ze zaten te wachten tot de beslissing van de regering om te zeggen, net zoals hier, van dus daar kunnen wij niks aan doen, dus de competitie wordt stilgelegd. Ja. En dan kunnen we ons geld houden. Ja. Daar is het mee. Want in België was in principe het eerste land die zei, ja, we stoppen ermee. En toen hebben ze dat teruggedraaid. Omdat die tv-maatschappijen vroegen geld terug. Dus en daar kreeg je dat gezegd. Je zei ik verstond tv-stadions, maar tv-stations zei je dus, of niet? Ja, toch? Maar nee, ik mag je niet beetpakken, hè? Nee, maar ik sla je wel voor je muil, dat is weer je toch. Eén top en de andere twee zijn... Nee, dan kom ik bij SIEC. En dan kom ik bij twee mannetjes. Koku, die onder Dikkie steeds stappen voor je uitmaakt. En ik kom bij Iataren. Hij legt het zelf ook nog even uit. Je mag er wel naartoe, op eigen risico. Maar je moet wel 2 weken in quarantaine. Nou, daar heb ik ook geen zin in, weet je. Wanneer zit je weer aan tafel bij ons? 2 oktober geloof ik. 2 oktober. Dan heb je dus een nieuw overhemd of een nieuwe trui. Dan heb ik een nieuw overhemd. Dan ga ik naar nu ga ik met de bazen mee. Kledij halen. Kledij. Wat zei die nou? Kledij. Ik weet niet wat hij zei. Nee, hij gaat dat vind ik altijd een beetje jammer. Ik vind het heel leuk, want ze staan nooit. Quarantaine. Wat gaat hij? Quarantaine. Je mag er wel naartoe, op eigen risico. Maar je moet wel 2 weken in quarantaine. Quarantaine. Ja, quarantaine. Oh, quarantaine bedoelt hij natuurlijk, of niet? Ja. Ik denk, waar heeft hij het nou over?